zomaar een Cayenne diesel hebben. 245 pk en 500 nog wat newtonmeter. Allemaal hartstikke leuk. Maar concurrentie heeft natuurlijk veel betere modellen. Of in ieder geval krachtige modellen. BMW heeft de X6 M50D met 381 pk en 740 newtonmeter koppel. Dus ja, dan moet je wat op een gegeven moment. Maar gelukkig werkt Porsche tegenwoordig samen met Audi. En die hadden nog wel een 4,2 liter V8 met een paar turbo's liggen. En die mochten ze wel in de Cayenne stoppen bij Porsche. Dat vonden ze van Audi helemaal niet erg. En dat ding noemen ze nu de Cayenne S Diesel. En dat is helemaal niet verwarrend verder aan de buitenkant. Want als je erachter rijdt, staat er gewoon Cayenne S. Maar het is dus een diesel. En als je dat dus wil weten, moet je op de zijkant kijken. Want dat zetten ze er niet op de achterkant bij op. Dat is dan een grapje van Porsche, denk ik. 382 pk en 850 newtonmeter. 850. We hebben het er met de mensen van Porsche over gehad. We denken dat dit de Porsche is met het meeste koppel ever. Voor op straat in ieder geval. De raceauto's, GT3, hybrid, misschien wat meer. 850 newtonmeter koppel. Ze hebben dat extra vermogen ten opzichte van het blok bij Audi, zeg maar. Want daar hebben ze hem ook wel in auto's liggen. Maar het extra vermogen hebben ze verkregen door 0,2 bar turbodruk erbij op te schroeven. En vervolgens hebben ze allerlei slimme dingetjes gedaan met de aandrijving. En het is uiteraard 4-wiel aangedreven, Cayenne. Maar ze hebben ook torque factoring. Wat bijvoorbeeld helpt om die auto echt in een bocht te duwen, als het ware. Hij stuurt al het vermogen, maar zoveel mogelijk vermogen naar het buitenste achterwiel. Zodat hem echt, zeg maar, bocht inzet, dan voel je hem er echt indrukken. Ja, en dat maakt dat het gewoon best wel heel erg lekker rijdt. En dan denk je, diesel, Porsche, zijn we niet zo fan van. Klinkt misschien niet zo fijn. Dit ding klinkt echt. Ik heb nog nooit een diesel gehoord die zo goed klinkt als deze auto. Het is gewoon bijna een benzine V8. Het is echt. Ja, luister maar even. Oostenrijk. En het is echt verschrikkelijk bagger weer hier. Nou heb je het voordeel dat als je in Oostenrijk bent, heb je een hoop bergen. Dus we gaan even kijken of we boven de wolken kunnen komen. €106.800. Dat is wat je mag afschrijven van je spaarrekening als je deze Cayenne wil. Nou zitten hier ook nog wat opties op. Onder meer dat helemaal bruin, tastische interieur wat erin zit. Het is niet mijn persoonlijke smaak, want het is net geen chocola en het is net geen tan en het is. Maar ja, het is bruin. Ik denk de gemiddelde boswachter wordt hier best wel heel erg blij van. Voor die €106.800. Opties dan natuurlijk, maar kan je wel in 5,7 seconden naar de 100 knallen en de topsnelheid is vastgesteld op een fijne 252 km per uur en dat is best wel hard in iets wat net zo groot is als een tractor. Wat prettig is voor de gemiddelde Cayenne-koper. De gemiddelde Cayenne-koper wil natuurlijk graag een boot. Hè? Is dat je met deze auto 3500 kilo mag trekken. Daarnaast kan je een optie aanvinken waardoor je een dieseltank krijgt van maar liefst 100 hele liters. Waardoor je 1200 kilometer zou moeten kunnen rijden. En dan mogen jullie uitrekenen wat het gemiddelde verbruik is. Ik geef je een klein beetje tijd om na te denken. Precies, 1 op 12. Daar zou je zo'n beetje op uit moeten komen. 8,7 liter per 100 kilometer. Dan kom je meteen bij het Autoblog aankooptipje van de eeuw. 382 pk is precies 1 pk meer dan de X6 M50D. En dat is geen toeval, want wij geloven niet in toeval. Porsche heeft waarschijnlijk gewoon heel bewust net even het ene pk'tje extra erbij opgetrokken. Nou, daar houden we wel van. Dus als je in de markt bent voor een dikke SUV, PC-hoofd, tractor,
dan is dit misschien wel gewoon de ultieme